Het is fantastisch om te zien dat steeds meer mensen ervoor kiezen om zich met onze bank te verbinden. We hebben onlangs onze 200.000ste klant mogen verwelkomen. En uit onderzoek van de Consumentenbond en Kassa blijkt dat onze klanten onze persoonlijke dienstverlening enorm hoog waarderen. De emissie van certificaten van aandelen Triodos Bank vorig najaar was een groot succes. Ook in Nederland daar haalden we meer dan 40 miljoen euro op om de groei van onze kredietportefeuille te financieren. Want met iedere euro eigen vermogen die we aantrekken, kunnen wij een veelvoud daarvan uitlenen aan duurzame ondernemers. Een van die ondernemers die we financieren is de Vegetarische Slager. Een zeer innovatief bedrijf met een prachtige naam. En de Vegetarische Slager won vorig jaar de Hart Hoofdprijs. Dat is een publieksprijs van Triodos Bank die wordt uitgereikt aan de meest inspirerende duurzame ondernemer. En in 2011 hebben daarop 16.000 klanten van Triodos Bank en niet-klanten hun stem uitgebracht. Gelukkig zijn er steeds meer ondernemers en projecten die de wereld een duw in de goede richting geven. En die financieren, dat gaan we ook in 2012 natuurlijk weer doen. Zo zullen we steeds vaker ook gezinshuizen financieren. Gezinsvervangende tehuizen, dat zijn huizen waar jongeren die niet meer thuis kunnen wonen een warme, menselijke plek kunnen krijgen. We gaan door met het financieren van het verduurzamen van bestaande gebouwen. Een van onze grootste opgaven in Nederland op het ogenblik. En we willen dat de bankrekening van Triodosbank ook aantrekkelijker wordt voor kinderen. Want onze echte hoop is dat steeds meer kinderen van onze klanten hun eerste bankrekening bij Triodosbank gaan krijgen.